Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in jullie midden te zijn vanmorgen en om het woord te mogen delen. Ik hoop dat jullie er allemaal goed klaar voor zitten, want we gaan vanmorgen een race lopen. Vandaag niet stil maar, wacht maar, want alles wordt nieuw. Nee, vandaag gaan we rennen. En misschien denk je nou, Marcus, volgens mij en volgens de Bijbel mag je ook gewoon heel rustig zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En is het niet altijd rennen. En volgens mij, en dat klopt, heb je daar laatst nog over gesproken in Poort en in Haven. Ja, dat klopt ook. Dat is waar. En toch vanmorgen gaan we rennen. En misschien zeg je ook, ja, maar als we weer van alles moeten doen en we moeten weer gaan rennen, wordt het dan niet heel wettisch? Want we kunnen het namelijk helemaal niets verdienen. Het is allemaal genade. Dus ja, waarom moeten we dan nog een race gaan lopen? Nou, het klopt, het is allemaal genade. Maar ik denk dat niemand kan zeggen, ik ben door God geroepen om lekker niks te doen. God heeft mij geroepen. Gewoon om te zijn en niets te doen. Als we geroepen worden, worden we allemaal geroepen om iets te doen. Dus we mogen ook in beweging komen. Maar misschien zeg je dan ook wel, ja, maar als we dan van alles moeten, gaan we dan niet weer proberen onze redding te verdienen. Nou, vanmorgen gaan we het niet hebben over het verdienen van je redding, maar we gaan het hebben over het zichtbaar worden van het feit dat je gered bent. Dus we hebben het niet over het verdienen van je redding, maar we gaan het erover hebben. Hoe wordt het zichtbaar dat je gered bent? Een veranderd leven leiden. Daar gaat het om. Zodat anderen denken, wow, dat is mooi, dat wil ik ook. Zo'n leven, dat wil ik. Daar ben ik jaloers op, daar verlang ik naar. En dat de mensen dat gaan zien in ons. Dus we gaan rennen. En Paulus die gebruikte dat voorbeeld al in 1 Korinthe 9. En daar wil ik ook wat versen uit lezen. Uit 1 Korinthe 9 vanaf vers 24. En Paulus die gebruikt dit voorbeeld als hij schrijft aan de gemeente in Korinthe. En het is logisch dat hij dat voorbeeld gebruikt. Want in Korinthe daar vonden de Isthmische Spelen plaats. Zeg je misschien, ja, nog nooit van gehoord. Maar de Isthmische Spelen waren na de Olympische Spelen echt het grootste event in die tijd. En dat vond plaats in Korinthe. En waarschijnlijk, als we terugkijken in de geschiedenis, schreef Paulus hen deze brief in het jaar dat daar zo'n evenement plaats ging vinden. Dus Paulus stapt in de belevingswereld van de mensen in die tijd. En hij zegt, we gaan een race lopen. En de mensen snappen waar hij het over heeft. En hij maakte hier duidelijk dat men net als hij vastberaden het evangelie moet worden verkondigd. En hij maakt duidelijk als je het evangelie gaat verkondigen, daar hangt een prijskaartje aan. Je verliest soms iets om vervolgens de race mogelijk te winnen. Maar Paulus zegt, ook al hangt er een prijskaartje aan, ga er vol voor. Ga vol, leef voor het evangelie. En hij zegt ook, en dat zeg ik even in eigen woorden, hij zegt eigenlijk ook, ja, leven voor het evangelie. Maar het is geen boswandelingetje. Het is ook niet een sprintje, maar het is een duurloop. Je moet blijven lopen. Je moet blijven volhouden. Je moet blijven gaan. Dat is een leven voor het evangelie. Ga in die renbaan en houd vol. Nou, we lezen even in 1 Korinthe 9, vers 24. En dan zegt hij, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dus Paulus leert ons hier nog iets. Hij zegt, weet je, er is ook nog een prijs te behalen. Je loopt niet voor de lol, maar er is een prijs te behalen. Je loopt om die prijs te winnen. En hij moedigt ons ook aan en hij zegt, ga zo rennen dat je die prijs ook behalen gaat. En hoe kan je dan die prijs behalen? Naar vers 25.
Dan zegt hij, en iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Dus hij zegt, ja, hoe kan je zo lopen dat je die prijs behaalt? En hij zegt, ja, je moet je beheersen. Je moet er alles voor over hebben. En eigenlijk als je leest over dat beheersen, en als je goed kijkt wat er staat in de context, dan staat inderdaad eigenlijk, je moet er de offers voor brengen. Je moet je beheersen in het laten van dingen om ervoor te kunnen gaan en dingen te verkrijgen. Nou, denk aan een gemiddelde topsporter. Een gemiddelde topsporter, die moet dingen laten. Hij moet feestjes overslaan. Hij moet zorgen dat hij voldoende rust krijgt. Dat hij niet te losbandig leeft. Dat hij precies eet en drinkt wat hij moet eten en drinken. En niet wat hij allemaal lekker vindt. Hij moet zorgen dat hij genoeg traint. Dat kost hem soms zoveel. Want hij moet vaak zoveel trainen dat het hele sociale leven soms overhoop gaat. En ze moeten offers brengen om vervolgens misschien die prijs te behalen. Nou, dat is eigenlijk wat Paulus hier zegt. Als je die prijs wil behalen, moet je er alles voor over hebben. Het kost een inspanning. En hij zegt, soms doet dat ook pijn. Maar, zegt hij dan, en dat lezen we in vers 26. Of eerst zegt hij nog van, ja, we krijgen die krans, die prijs, die gaan we ontvangen. En dan zegt hij, maar ik loop daarom niet zonder duidelijk doel. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Hij zegt van, we hebben een doel voor ogen. Hij zegt, ik ben niet zomaar een beetje, nou ja, denk maar weer aan een bokser. Ik ben niet zomaar een beetje in de lucht aan het slaan, maar ik heb een doel voor ogen en ik deel gerichte klappen uit. En wat heeft hij voor doel voor ogen? Wat is volgens Paulus het doel van die krans? Wat is eigenlijk die krans die we kunnen behalen? Nou, Paulus die legt op andere plekken uit dat de krans die we kunnen behalen, dat is zoveel mogelijk mensen tot geloof brengen. En die prijs die we behalen is dat die mensen ook gaan geloven. Dat is onze prijs. Een prijs die eigenlijk de Heer Jezus behaald heeft. En hij is eigenlijk geheel aan hem, maar we mogen delen in die prijs. Dat is de krans waar we in mogen delen. Kom ik zo nog op terug. En dan zegt hij in vers 27... Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Nou, dan bedoelt hij niet echt zijn lichaam, dat hij elke dag gaat hardlopen. Hè? Maar hij heeft het hier over die geestelijke dingen. En dan zegt hij, soms moet het op harde wijze. Moet ik mezelf tot discipline roepen? En moet ik denken van, kom op, Paulus. En dan zegt hij, waar oefent hij dan in? Wat is dan zo moeilijk? En dan zegt hij, en ik maak het dienstbaar. Hij zegt, ik moet soms op harde wijze oefenen om dienstbaar te zijn. En om niet te denken, ja, ben ik nou weer degene die de wc moet stoppen, maar om dienstbaar te zijn. En soms moet ik mezelf op harde wijze oefenen om dat te zijn. En dan zegt hij, opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. En dat is ook een mooie, want hier zegt hij eigenlijk, ik moet dienstbaar zijn, mijn dikke ikke, en dat geldt ook voor mezelf, ik preek altijd net zo hard voor mezelf, zeg ik elke keer maar weer, maar het is echt waar. Mijn dikke ikke moet van zijn troon af. En ik moet dienen en ik moet de Heer Jezus moet ik op de troon zetten. En daar moet ik voor gaan leven. En dan moet ik, en dat zegt Paulus, in woorden en daden verkondigen dat Jezus de redder is. In woorden en in daden verkondigen. En Paulus zegt, ja, ik moet dat ook echt doen, want anders word ik een prediker vanaf het podium. Maar ik moet het ook in daden, moet ik het laten zien. Ik hou zelf altijd van geen woorden, maar daden. Goed, de afgelopen week waren het veel woorden, weinig daden. Vanuit mijn perspectief. Voor de voetballiefhebbers onder ons. Maar eigenlijk klopt ook dat liedje helemaal niet. Geen woorden, maar daden. Want Paulus zegt hier, nee, je moet de woorden spreken en je moet de daden erbij voegen. Het zijn woorden en daden. Ik wil naar Hebreeën toe. En dan nog eventjes naar een stukje, een paar versen die nog staan voor het gedeelte wat René aan ons heeft voorgelezen, naar Hebreeën 10. En daar lezen we ook nog mooie, hele mooie versen. In Hebreeën 10,
En ik lees even vers 19 tot 23. Want daar begint eigenlijk het verhaal al daarvoor, maar daar gaat Paulus toewerken. Of niet Paulus, dat was net in Korinthe. Daar gaat de schrijver, want we weten niet helemaal zeker wie Hebreeën geschreven heeft, gaat toewerken naar die wetlab. En dan begint hij hier in Hebreeën 10 vers 19 met: omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van de Heer Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Nou, hier gaat de schrijver wat uitleggen. Eigenlijk gaat hij uitleggen hoe je aan de start kan verschijnen. En hij gaat daar helemaal in terug naar het Oude Testament. En hij gaat dan uitleggen van, hij begint met de tabernakel. Nou, je weet misschien, het volk Israël, die trok door de woestijn. En ze hadden daar niet een tempel, want die kan je niet mee vervoeren. Ze hadden de tabernakel, dat was een tent en dat was het huis van God. Het was de tent van God. En die tabernakel, die had een gedeelte dat heette het Heilige der Heiligen. Dat was zo'n heilige plek, daar woonde God. En daar was de troon van genade. En één keer per jaar mocht de hoge priester daar naar binnen. En mocht hij bloed sprenkelen op de troon van de genade. En mocht hij op de grote verzoendag verzoening doen voor het volk. En dat was een hele spannende, maar ook een geweldige gelegenheid. Maar het was een plek waar niemand mocht komen. En hier legt de schrijver uit, de Heer Jezus, die is onze hoge priester. Die hoge priester die verzoening ging doen voor het hele volk. Maar hij zegt, de Heer Jezus is niet alleen onze hoge priester, hij is ook zelf het offer dat hij brengt. Want hij offerde zichzelf. En dan zegt hij, de Heer Jezus, die werd aan het kruis, werd hij als het ware, werd hij verscheurd. Maar hij zegt, er werd nog iets verscheurd toen hij aan het kruis hing. Ook het voorhangsel scheurde. En welk voorhangsel was dat? Daar zat toen in de tempel ook weer een gedeelte. Dat was het Heilige der Heiligen. En dat voorhangsel, toen de Heer Jezus het uitbrak, het is volbracht. Toen scheurde het voorhangsel. En toen was de weg naar God helemaal open. En dat is wat de schrijver hier uitlegt. En hij zegt als het ware tegen ons allemaal, tegen alle mensen, er is een mogelijkheid gekomen dat jij kan naderen tot God met een gereinigd hart. Want de Heer Jezus laat niemand staan. Hij heeft onze genade bewerkt. En hij is getrouw om ons te reinigen, staat er, van alle zonden. En dat is zo prachtig. Want onze zonden kunnen groot zijn. Maar Gods genade is altijd groter. En hij zegt hier, voor alle mensen geldt. Dat voorhangsel is gescheurd. De Heer Jezus heeft het volbracht. En hoe groot je zonden ook zijn. Je kunt zeggen, hier ben ik, Heer Jezus, reinig mij van mijn zonden. En dan doet hij dat. En je mag zo binnenlopen. Er is niet meer een andere hoge priester nodig dan de Heer Jezus. En als je dat doet, als je dat aanneemt en als je binnenloopt, dan verschijn je eigenlijk aan de start. Dan verschijn je aan de start van de wedloop. En als je aan de start verschijnt, dan moeten de zonden, dat gaan we zo lezen, worden afgelegd. De rugzak moet leeg om te kunnen lopen. Want met een volle rugzak kan je niet hardlopen. En dan zegt hij in vers 24, en laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot de liefde en goede werken. We mogen elkaar aanmoedigen. Komt straks ook terug, een prachtig iets. En als je thuis, je zou die hoofdstuk eens moeten lezen uit Hebreeën. Als je dan verder leest, dan geeft de schrijver nog allerlei tips. Die zegt dan, ja, wees vrijmoedig. Heb lief, houd vol, loop door.
Leef je geloof. Verkondig het evangelie. Laat je niet afleiden door allerlei dingen, maar wees vrijmoedig en verkondig. En die afleiding van allerlei dingen, het is er zomaar. Ik hoef maar naar mijn eigen leven te kijken, het is er zomaar. Voordat ik het weet, leiden de dingen van de wereld mij af. En vragen ze te veel tijd. Voordat je het weet, zitten we uren per dag film en series te kijken. En dat is eigenlijk zonde, doe missen, van de tijd. En ze leiden me af. Of voordat je het weet, zit alle focus op veel geld verdienen. Voordat je het weet, zijn we altijd maar bezig. Wat vinden die anderen van mij? Wat denkt die ander van mij? Voordat we het weten, zitten we grofweg vast aan een verslaving. En zitten we vast en kunnen we niet meer hardlopen. Zomaar wat voorbeelden die ons kunnen overkomen in het lopen van de race. En soms, herken ik het zelf ook, soms ben ik zomaar mijn vrijmoedigheid om te spreken kwijt. En iedereen zegt altijd wel, dat kan helemaal niet, Mark, met je grote mond, echt niet. Nou, echt wel. Soms zit ik bij mensen en denk van, waarom had ik nou niet de vrijmoedigheid om te spreken? Dan kan je vertellen, zelfs vorige week nog, ze huil ik in mijn auto. Echt waar. Omdat ik denk, ik had hier de vrijmoedigheid moeten pakken en ik heb hem niet genomen. Ik had hem niet. En daarom vind ik het mooi, die aanmoedigingen. En dat is ook wat me zo geweldig enthousiast maakt. Maar dan lees je bijvoorbeeld hoofdstuk 10, vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote verloning met zich meeneemt. En dan denk ik, als ik in de auto zit, dan pak ik die tekst en dan denk ik, hoppakee, pak hem weer, die vrijmoedigheid, en ga maar, kom op. Ik word aangemoedigd door het woord van God en door deze schrijver. Prachtig. Hele mooie woorden. En als we kijken, want soms denken, ja, maar als het nou niet lukt. Ja, als het nou niet lukt, dan hebben we hoofdstuk 11. En dat is het hoofdstuk met de geloofsgetuigen. De bemoediging van de geloofsgetuigen. En dat, ik word daar echt zo blij van. Ja, want ik wil nog wel eens opgeven. En als ik op wil geven, dan pak ik het woord en dan denk ik aan Noach. Noach vind ik heel gaaf. Dan denk ik aan Noach en ik word een voorbeeld. Als Noach zo'n voorbeeld is, kom op, Mark. En dan moedig ik mezelf ermee aan. Of ik kijk naar David, of ik kijk naar Daniel, of naar Jeremia. En dan denk ik, wow, wat een leven. En ik loop te zeuren, kom op. Dan kijk ik daarna. Of ik kijk naar Petrus of naar Paulus, naar de helden die me aanmoedigen. Of ik kijk naar mensen vandaag de dag. Of ik spreek met Theo of met Beth. Of ik kijk naar zendelingen die soms dappere dingen doen in mijn ogen. Dappere stappen zetten. Want ook zij zijn voor mij geloofsgetuigen. Zij en wij getuigen dat het niet afhangt van mijn daden of mijn succes. Maar dat het ervan afhangt of ik volhoud in het geloven. En dan word ik weer enthousiast. Maar soms wil ik echt opgeven. Soms denk ik heb geen zin meer om te lopen. Soms denk ik loop alleen, dat is niet waar, maar dat denk ik soms. Dan denk ik heb er geen zin meer in. Maar dan lees ik over Daniel en dan denk ik, oh Mark, kom op. En ook, weet je wel, afgelopen week had ik ook zo'n moment en ik werd aangemoedigd door een broeder. Die in dezelfde situatie zit als ik. Maar hij had zijn oog en zijn focus helemaal op de Heer Jezus. En hij zei tegen mij, Mark, je moet kijken naar de Heer Jezus. Kom op, kijk daar naar Jezus, hij is met je. En ik denk, ja, hij zit in dezelfde situatie als ik. Als hij het doet, ja, dan moet ik het ook. En dan word ik daar weer door bemoedigd en door aangemoedigd. En dat is prachtig, als we ons oog weer op de Heer Jezus richten. En bijvoorbeeld, ik sprak ook afgelopen week sprak ik een broeder en die vecht met verslavingen. En hij zegt, ik houd vol, Mark, ik houd vol. Weet je waarom? Want Jezus is met mij. En dan laat ik me weer bemoedigen, dat is voor mij ook een geloofsgetuige. Dan weer in mijn omgeving. Ik sprak ook iemand van de weken, die is echt door God bevrijd uit zijn verslaving. Op zo'n bijzondere manier. Dan denk ik, wauw, wat een geweldige geloofsgetuige voor mij. En dan mag ik me erdoor aangemoedigd weten, om door te gaan. Of soms ook gewoon door de kleine dingen. Iemand die me van de week weer vertelde van, ja, zo geweldig, die heeft van de week voor me gekookt en die hebben me zo geholpen nu ik ziek ben. En dan denk ik, ja, die mensen die zijn gewoon ook nog weer bezig. Die zijn ook druk, maar die zijn weer aan het koken voor mensen die ziek zijn en die de Heer Jezus misschien nog niet of wel kennen, maar die zetten zich in en die gaan door. En dat bemoedigt mij. En dan denk ik, kijk, zij lopen nog.
Kijk, de Heere God is trouw aan hen. En dan denk ik, kom op, maar ik hou vol. Als God hen trouw is, hij is ook trouw aan jou. En dat is het effect van geloofsgetuigen. Je mag je laten aanmoedigen. En je mag zelf ook een aanmoediger zijn. Ik ga nog eventjes kort door Hebreeën 12. Wat we gelezen hebben. En dan lezen we in Hebreeën 12 het eerste vers. Of vers 1. Ja, laten we beginnen bij vers 1 gewoon. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last van de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Halleluja. Ze zijn er. Ze zijn er, die geloofsgetuigen. En ik vind het zo mooi dat ook vandaag, ze zitten hier, want jullie zijn er. Er zijn geloofsgetuigen aanwezig. Geloofsgetuigen die aanmoedigen. En natuurlijk, ik zou ook kunnen kijken naar mensen die van het pad raken. Ik zou kunnen kijken naar mensen die langs de weg zitten. Ik zou kunnen kijken naar mensen waarvan ik het idee heb dat ze me hinderen in het lopen. Maar ik kan ook kijken naar de mensen die me aanmoedigen. En ik word er blij van. Want er zijn veel mensen die me aanmoedigen. En er zijn ook mensen hier die me aanmoedigen. En dat is geweldig. En ik stel me dat dan soms echt. Ik hou altijd van inbeelden, dat weet je misschien. En ik probeer me soms letterlijk voor te stellen. En dan denk ik, wow, stel je voor dat ik op het veld sta in het stadion. En het stadion zit vol. En er zitten gewoon mannen als Mozes en Abraham en Jacob of Jozef. En die mannen die zitten daar. En een heleboel van jullie zitten er ook bij. En die mensen, het stadion staat gewoon te schreeuwen. Go Mark, kom op. En weet je wat het is? Dat roepen ze niet. Go Mark. Nee, wat ze roepen is, kijk Mark, Jezus is naast je. De Heer Jezus is bij je. Hij is er. Kijk naar hem. Maar kijk eens bij de finish. Daar staat hij ook. Ja, dat is bijzonder, hè. Hij is hier en hij staat daar. En dat kan met de Heer Jezus. Maar dat is wat er geroepen wordt. Kijk, de Heer Jezus is bij je. Je bent niet alleen. Hij loopt met je mee. En kijk, hij staat ook bij de finish. Dus lopen maar weer. Want hij is erbij. Dat is de aanmoediging die we krijgen. Dat is prachtig. Dat is geweldig. En dan Jezus bij de finish. Ik bedoel, in hem gaan we winnen. En dan ben je aan het lopen en denk ik, oh wacht, maar ik heb weer mijn rugzak op. En die rugzak die zit weer vol. En die rugzak met al die zonde die moet leeg. Want met een volle rugzak kan je geen race winnen. Kan je geen race lopen. En dan denk ik, ja, die afleidingen die kan ik niet meer hebben. Daar heb ik geen tijd voor. We kunnen niet rennen met een rugzak. We kunnen niet, ik kan niet rennen als ik mijn oog gericht is op alle afleidingen om mij heen. Maar ik moet rennen met het oog gericht op de finish. Met het oog gericht op de Heer Jezus. En me niet laten afleiden. En daarom voor ons allemaal. Leg je zonde neer bij de Heer Jezus. Benoem je zonde. Gewoon concreet benoem het en ontvang vergeving. En als je dat gedaan hebt, stop het dan niet weer terug in die tas. En dat doen we ook zo vaak. Dan hebben we het afgelegd bij de Heer Jezus. Ik heb alles bij het kruis gelegd. En dan zeg ik, dank u wel Heer Jezus. En daarna stoppen we alles weer terug in die tas. En de volgende keer, ja, ik loop alweer te sjouwen, nog steeds te sjouwen. Maar je moet het niet meenemen, je moet het daar laten. En je moet focussen op de Heer Jezus. En de afleiding aan de kant zetten. Verlies je rommel en je afleiding om de race te kunnen winnen. En dan komen we bij vers 2. En dan lezen we, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus is onze leidsman. Dus hij loopt met ons mee, hij leidt de weg, maar hij is ook de voleinder. Hij heeft er ook al voor gezorgd dat als ik met hem loop, dat ik de finish haal. Dat ik daar al zeker van mag zijn. Hij zal zorgen dat ik het voleind. En ik vind het zo prachtig. Want het is zo'n dubbele rol. Een leidsman en een voleinder.
Maar de Heer Jezus is het allebei. En daarom blik op de finis en niet op het hier en nu. Het oog gericht op de Heer Jezus. En er staat, de Heer Jezus deed dat. De Heer Jezus ging door pijn. Hij ging door lijden. We gaan zo de 40 dagen tijd weer in. En hij wist dat zijn weg, dat hij zou gaan tot aan het kruis. Hij wist het. Maar er staat dat hij daar doorheen kon, omdat hij verder keek. Omdat hij wist, er ligt een prijs voor mij. En die prijs ga ik behalen. En weet je wat de prijs van de Heer Jezus is? Je kan het lezen in Openbaringen. Dat zijn wij. Wij zijn de prijs die hij behaalt. Omdat hij voor ons aan het kruis is gestorven. Omdat hij de dood hebt overwonnen, hebben wij eeuwig leven in hem. En dat is de prijs. Dat de Heer Jezus straks zegt, kijk eens, al deze mensen zijn ingegaan. En ze zijn ingegaan omdat de Heer Jezus die race gelopen heeft. En eigenlijk wat we leren hier is, we mogen een beetje delen in die prijs. De mensen die wij tot geloof mogen zien komen. Een prachtig iets. Maar we moeten het oog houden op de Heer Jezus. En ook als wij in de ellende zitten, hou het oog op de eeuwigheid die voor ons ligt. Er ligt een prachtige eeuwigheid voor ons. En soms moeten we, de Heer kan wonderen doen in het leven, in het hier en nu. Maar soms moeten we ook even over de ellende heen kijken. En zeggen, ja, het komt goed, want de Heer Jezus is de leidsman en de voleinder. En hij gaat me daar brengen. En dan gaan we een geweldige tijd hebben. En het is fantastisch dat de Heer Jezus bedacht heeft dat we mogen delen in die prijs. En dat we mogen focussen op het winnen van mensen voor de Heer Jezus. En daarom verkondig het evangelie. Maak discipelen, want dat is ons doel. Om discipelen te maken. En daar mogen we op focussen. En dan lezen we in vers 3. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat hij niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Dit is een tekst die ik zo vaak door mijn gedachten laat gaan. En dat komt al vanuit mijn tienertijd. Ik denk dat Marianne en ik een jaar of 17 waren, misschien 18. En we waren bij een spreker. Misschien kent iemand wel, Jack Nuchter. En hij was een groot bokser geweest, tot geloof gekomen. En hij was voorganger geworden. In Engeland. Maar hij was in Nederland toen en ik was een tiener. En het was een grote kerel. Het was een tattoo. Ze hadden echt iemand waar je als tiener ontzag voor hebt. Dus ik wou ook een grote stoere kerel. En het enige, ik weet verder niet veel meer van. Maar ik weet dat hij een preek had. Zo staat het in de oude vertaling. Opdat je niet door matheid van ziel verslapt. En die tekst, elke keer als ik denk, ik geef op. En ik denk, soms word ik ook een beetje mat. Dan denk ik, ach, wat heeft het voor zin? Kijk, hier weer ellende. Dit loopt weer niet. Ik heb al 100 keer gepreekt. Ik werk al zo lang met die mensen. Ze komen nog niet tot geloof. En ik soms, wat heeft het voor zin? En dan word ik een beetje mat. En dan denk ik altijd weer aan Jack Nuchter. Ik weet niet eens hoe het met... Ik ken hem alleen maar van toen, van heel veel jaar geleden. Maar ik denk altijd weer aan die grote stoere kinderen van, je moet niet verslappen, omdat je niet door matheid van ziel verslapt. En dan denk ik, Mark, daar gaat het. Matheid van je ziel. Kom op, laat je aanvuren door de Heer Jezus. En zo zie je, zo is ook zo'n man die ik al een keer heb horen spreken. In mijn tienertijd. Want het is een geloofsgetuige voor mij. En ik denk vaak weer aan hem en aan de woorden die gewoon rechtstreeks uit het woord van God komen. Vuur me aan, Heer Jezus. En als we verder lezen, dan lezen we over hindernissen en strijd. De strijd tegen de zonde, de strijd tegen de machten der duisternis. En we moeten weerstand bieden, staat er dan. En we lezen ook, dat heeft René gelezen vanmorgen. We lezen ook dat als we bewust zondigen, dat God ons dan terecht kan wijzen. Maar weet, staat er, dat hij dat doet uit liefde om ons weer aan het lopen te krijgen. Bezwijk niet aan de zonde. Bezwijk niet aan alle afleiding. Want je bent al gered. Je bent al een overwinnaar in de Heer Jezus. En laat de redding dan ook iets uitwerken in ons leven. En strijd tegen de zonde. Heilig je leven, zegt de schrijver. En leef het leven zoals God het bedoeld heeft. Geef nooit op, want hij loopt naast je en hij helpt je naar de finish.
En als je op wil geven, kijk naar de geloofsgetuigen. Ik vind het zo prachtig mooi dat het dan ook net nu allemaal weer naar voren komt. Maar wij hebben vanmiddag in Poort hebben we getuigenisbijeenkomst. Ja, er komen geloofsgetuigen, die worden weer toegevoegd aan die wolk. En ik hoor vanavond, spreekt er iemand, ja, die gaat zijn getuigenis geven. Een geloofsgetuige. En ik hoor vrijdag is het vrouwenochtend en ik hoor net van, ja, er gaan getuigenissen vanuit de bron. En ik krijg getuigenissen. Laat je aanmoedigen, laat je aanvuren. En moedig elkaar aan. Want de schrijver zegt ook, je loopt niet alleen, hebben we gelezen. Maar gewoon een paar versen verder nog. Je loopt niet alleen. Je loopt samen. En hij zegt ook, zorg daarom dat niemand achterop ruimt. Want je loopt niet alleen. En zorg dat iedereen mee kan komen. En dat is geweldig. En zo hebben we eigenlijk twee dingen. We mogen zelf een geloofsgetuige zijn en anderen aanmoedigen. En we mogen ons laten aanmoedigen. Dat is altijd prachtig. Ja, ik vind het geweldig. En ik hoop echt dat ik jullie aan mag moedigen vanmorgen. En mag zeggen, jongens, broeders en zusters. De Heer Jezus loopt naast je. En hij staat aan de finish. Focus op de Heer Jezus. En ga, kom, laten we samen gaan lopen. Raak niet achterop, maar loop mee. En verkondig het evangelie. Aan een ieder die het maar horen wil. Wees een getuige. Laat je geloof iets uitwerken in je omgeving. Laat de mensen jaloers op je worden. Omdat jij loopt met de Heer Jezus. En aan de andere kant mag je het ook zelf zijn. En ook dat, ik vind het dat prachtig om te doen. Van de week zijn we 4 dagen weer op school. Voor in 21 klassen mogen we weer een uurtje lesgeven. En in Almere Poort. En dat is prachtig. Prachtig om tegen die kinderen te zeggen, weet je, je mag aan de start verschijnen. Je mag een race gaan lopen. Want de Heer Jezus heeft het ook voor jou gedaan. En hij is vol liefde voor jou. En als je wil, mag je gaan lopen met de Heer Jezus. En als je gaat lopen met de Heer Jezus, dan mag ik tegen ze zeggen, loop door. Doe maar, want de Heer Jezus loopt naast je, hoor. Hij is bij je altijd, ook in elke moeilijke situatie. Maar hij is bij je. En je mag die kinderen al over het leven heen leren kijken. Naar de geweldige eeuwigheid die we met de Heer Jezus mogen leven als we met hem gelopen hebben, onze race. Geef nooit op. Het enige wat je op moet geven, dat is jezelf. Je eigen leven opgeven. Mijn ego moet ik opgeven. Die moet ik verliezen. Mijn zonde moet ik verliezen. Om een eeuwige prijs te krijgen. En in de laatste versen hebben we gelezen, in vers 16, 17, hebben we gelezen over Esau. Ja. En Esau die wilde wel de zegen, maar hij wilde zich niet bekeren. En daarom bekeer je tot de Heer Jezus. En je wordt gered. Want als je je bekeert, als je zegt, Heer Jezus, hier ben ik. En ik ben een prutser. En ik heb het verprutst. Maar ik dank u, Heer Jezus, voor uw sterven voor mij. Dan mag je weten dat je mag ingaan. En dan mag je weten dat je eeuwig mag leven. Maar dat er over het eeuwige leven heen een prijs te behalen is. Een krans te behalen is. En dat zijn de mensen in jouw omgeving die de Heer Jezus mogen leren kennen. En die je in de hemel weer ontmoeten mag. En daarom maak je redding zichtbaar. Heilig je leven. Breng het evangelie op je werk. Bij je familie. Bij de buren. Op de voetbalclub. Wees een verkondiger in woord en in daad. En focus daarbij op onze leidsman. Want ik kan het niet. Maar ik kan het door de Heer Jezus. Je kan het niet. Maar je kan het. Dankzij de Heer Jezus. Want hij is de leidsman. En de voleindige. En dan faal ik. En dan struikel ik, maar ik sta ook weer op en ik loop weer door onder de leiding van de Heer Jezus, die mijn race tot een goed einde zal brengen. Hij staat al aan de finish om jou en mij binnen te halen. En wat een feest, mensen. Wat een feest. Echt, als we daar binnen gaan, ik moet eraan denken, de prijs die daar misschien ligt. Stel je voor, van de week op school weer, met al die kinderen. En stel je voor dat ik boven kom. En dat ik een aantal van die kinderen daar ontmoet. Omdat we op school verkondigd hebben. Oh man, ik word echt blij, serieus. Ik word zo blij als ik die kinderen tegenkom. Stel je voor, de moslims waar wij nu mee mogen werken. Stel je voor dat ik boven kom en ze zijn daar. Wow, wow, yes.
Daar doe ik het voor. Daar loop ik voor. Daar ga ik voor. Dat zij de Heer Jezus leren kennen. Oh, halleluja. Ik verlang ernaar om die krans binnen te halen. Yes. En ik overdrijf niet. He? Voor de mensen die misschien denken, wat een mafkees. Maar het leeft in mijn hart, mensen. Echt waar, het leeft in mijn hart. Ik kan huilen als ik zie dat ze misschien bij die file staan. Ze staan daar misschien omdat ik verkondig. Maar als ik niet verkondig, staan ze daar misschien niet omdat ik mijn mond hou. Dus ik pak de vrijmoedigheid en ik loop mijn race. En ik verlang ernaar dat ze hem mogen leren kennen. Wat een krans, wat een prijs zou het zijn. Wat een feest. En wie gaan we er allemaal ontmoeten als we boven komen? Wat een feest zal het zijn. En wat geweldig is het dat wij mogen weten dat het uiteindelijk niet van ons afhangt. Maar dat we ons mogen laten gebruiken. En dat we gewoon een leidsman hebben die met ons meeloopt. Die een arm om ons heen slaat. Die ons opvangt als we vallen. Die ons een duwtje in de rug geeft. Die ons aan de hand neemt. En die aan de fine staat om jou en mij in de armen te sluiten. Het is prachtig. Het is prachtig. Prijs God voor zijn genade. Amen.